Zoals bekend is het binnen de Smart Notebook software mogelijk om gebruik te maken van het internet. Dat kan op een aantal manieren en één daarvan is het gebruik maken van koppelingen. Dat is wel zo'n beetje de meest bekende manier op dit moment. Dat kan een koppeling zijn aan elk willekeurig object, een puntje, een streepje wat u met het pengereedschap op uw scherm heeft getoverd. Dat kan zijn een stukje tekst of zoals hier een afbeelding, in dit geval van Google Maps. Als ik daarop klik, dan volg ik de koppeling die ik daaraan gemaakt heb naar de website van Google Maps. En die gedraagt zich zoals we gewend zijn. Ik kan zoeken naar een plaatsnaam, ik kan zoeken naar een adres, enzovoort, enzovoort. Ook Street View werkt gewoon zoals we gewend zijn. Ik verlaat nu deze pagina en kom weer terug in mijn notebookbestand. Want er is ook nog een andere manier om gebruik te maken van het internet. Ik ga daarvoor even naar een lege pagina. En ga nu gebruik maken van de in de notebook software geïntegreerde webbrowser. Dat doe ik door in de menubalk te gaan naar invoegen. En vervolgens te klikken op internetbrowser. Op mijn werkblad verschijnt nu de Smart Notebook internetbrowser. Deze gedraagt zich zoals we gewend zijn van alle andere browsers. Ik kan dus bijvoorbeeld over het internet surfen. Bijvoorbeeld even een bezoekje brengen aan de website waar we het weer gaan bekijken. Buienradar.nl. Die zich verder gedraagt zoals we gewend zijn van deze website. Een andere, ook interessante, is bijvoorbeeld de website nu.nl. Waar we even kunnen kijken naar het actuele nieuws. Ook interessant is een van de websites van Smart. En dat is de website Exchange. Smart Exchange in dit geval. Op deze website zijn allerlei bronnen te vinden die u kunt gebruiken bij het samenstellen van uw lessen. En dat varieert van kant-en-klare lessen tot afbeeldingen, widgets enzovoort enzovoort. Ook een interessante website is van Smart weer de website Smartboard. Een Nederlandstalige website waar ook allerlei bronnen te vinden zijn. Binnen deze browser kan ik via de pijlknoppen linksonder bladeren door de websites die ik zojuist heb bezocht. Is daar nu een website bij waarvan ik denk, nou, dat wil ik als standaard website gebruiken als ik deze pagina open. Dan kunt u klikken op het pinnetje. Als u daarop klikt, ziet u alleen de knop van kleur veranderen en meer niet. Maar op de achtergrond is deze pagina nu ingesteld als startpagina als u deze bladzijde in uw notebookles opent. Ik blader dus weer eventjes verder door deze bestanden heen, door deze websites. Wil ik nu terug naar die startpagina, nu.nl was dat, dan klik ik op dat andere knopje met de pen. En bij het pinnetje ziet u nu ook een groene pijl. Daar klik ik op. En ik kom terecht op de ingestelde pagina. Dit werkt ook als ik naar een andere pagina ben gebladerd in mijn notebookbestand. Dan opent zich automatisch weer deze website. Die instelling blijft dus van kracht. Ook als ik deze les ga opslaan en op een later moment open, dan is dit bewaard gebleven.